Dag allemaal, spirituele praktijk Vanessa Broosters komt nog een keertje binnen om de weekprognose te vertellen aan jullie. En ik ga beginnen met het thema uit te schudden van deze week. Het is voor de week van maandag 14 september tot en met zondag 20 september. En we gaan eens kijken wat het algemene thema voor iedereen deze week is. Altijd spannend, het weekthema. Wat mag het thema zijn deze week voor het collectief? Voor de week van maandag 14 september tot en met zondag 20 september. Aha. En ik heb hier de kaart spirituele kracht opgetrokken. En als ik ga kijken naar die kaart, dan zie ik daar een monnik opstaan die helemaal gekleed is in het groen. En daarachter staat zijn evenbeeld. Maar dat is eigenlijk zijn ziel, zijn spirit, zijn geest, zal ik zeggen. Ook helemaal in het groen. En die draagt iets heel zwaar. Nu, deze kaart vertelt mij dat er in een bepaalde situatie deze week heel veel beroep wordt gedaan van jouw kracht, van in jouw kracht staan, niet opgeven en dat het heel veel van jou zou vragen om naar binnen te keren. Je ziet ook die monnik die keert volledig naar binnen. Die is zich echt volledig aan het afstemmen op zijn zijn, op zijn kracht om niet opgeven, om er te blijven staan. Die is ook helemaal gekleed in het groen. Dat wil ook zeggen dat het een situatie is dat jou enorm zal op gevoelsmatig of emotioneel vlak raken. Het doet jou wel wat, ja. En doordat jij naar binnen gaat keren en zo op je eigen, hoe moet ik dat zeggen, op je eigen wilskracht, op jouw eigen mentale kracht, op je eigen spirituele kracht, hè, want spirituele kracht staat erop, gaat teren, zal ik zeggen, gaat beroep doen, ga jij dat kunnen blijven volhouden in die situatie? Deze kaart vertelt mij ook, je bent er bijna. Het is nu niet de moment om op te gaan geven. Je bent al van zover gekomen in deze situatie. Je gaat echt nu niet mogen opgeven, zegt deze kaart. Blijf die kracht zetten. Het zal heel zwaar wegen, de situatie. Hè. Je ziet het ook, hè. Het is echt enorm. Het weegt enorm op die persoon. Waarschijnlijk vooral emotioneel dat het zal wegen, maar je staat wel keihard in je kracht. Je wordt ook gedreven van hoger af, zal ik zeggen, om in deze situatie niet op te geven, om verder te blijven gaan. Dus ja, kijk eens eventjes wat er allemaal momenteel in jouw leven aan de gang is. Waar moet jij echt wel voor heel stevig in je schoenen blijven staan? Wat vraagt toch wel best wat kracht van jou, doorzetting, gebaseerd op het spirituele, op het geestelijke ook wel. Van, gewoon door naar binnen te keren, kun je de rust binnen in u vinden en kun je weten van, ja, het komt goed, heb het vertrouwen in jezelf dat de situatie goed gaat komen, maar het vraagt nog even serieus wat kracht. Dus, dat is voor deze week. Weer even tanden bijten, mensen. Goed, als ik dan ga kijken voor vandaag. Wat mogen we vandaag verwachten? Het collectief voor maandag 14 september. Vandaag gaan wij in bepaalde situaties bruggen moeten bouwen. Er gaan situaties zijn waarin jij tegemoet moet komen naar een andere persoon. Of in een bepaalde situatie dat je compromissen gaat moeten sluiten. Er gaan obstakels zijn, er gaan moeilijkheden zijn. En als jij geen bruggen gaat bouwen, dus als je niet naar elkaar tegemoet gaat komen, dan ga je op die obstakels blijven zitten. Maar je kan die moeilijkheden, die uitdagingen, die obstakels alleen overwinnen door bruggen te bouwen en dan samen naar elkaar tegemoet te komen. Dus je gaat een beetje toegevingen moeten doen, compromissen moeten sluiten, en samen naar elkaar tegemoet komen. Hè. Dat kan op veel situaties, dat kan op veel vlakken zijn. Maar dus maandag, vandaag dus, 14 september, bruggen bouwen. En ook dat vraagt soms al heel wat van jou om in je kracht te staan. Want dan gaan we wat moeten toegeven. En heel veel mensen antwoorden vanuit hun ego, van ik geef niet toe en ik heb gelijk. En die blijven in hun
in hun gelijk staan en die willen niet tegemoet komen. Maar als je nooit toegevingen doet, als je nooit tegemoet gaat komen naar elkaar toe, dan kan er ook nooit een oplossing komen in bepaalde situaties. Of je moet echt volledig, ja, toegeven, zal ik zeggen. De ene moet volledig bijvoorbeeld naar de andere kant komen van de brug. Maar ja, dan kun je de brug beter opblazen, want dan moet je een beetje in balans zijn. Ja? Goed. Daarop heb ik ook de kaart getrokken van de beer. De beer staat ook voor keihard in je kracht moeten blijven staan. Echt, een beer, dat is oerkracht, dat vraagt ook weer heel veel van u om eigenlijk vandaag in uw kracht te blijven staan. Het is niet altijd even gemakkelijk om in je kracht te blijven staan. In bepaalde situaties zal dat dus nodig zijn om die bruggen te kunnen bouwen. De beer kan ook wijzen dat er daardoor wel meer jaloezie, afgunst kan zijn in die bepaalde situatie, omdat je toch tot een compromis kan komen. De kaart staat ook voor moeder, dus het kan ook zijn dat er vandaag iets is met jouw moeder, dat je daar extra aandacht moet aan geven misschien, of met een moederfiguur, of jij als moeder zijnde, kan allemaal, maar het is evenzeer van blijf in je kracht staan. Het is vandaag niet de moment om op te geven. Zoek naar mogelijkheden om naar elkaar tegemoet te komen. En dan gaat dat zeker en vast goed komen. Oké, dat was voor maandag 14 september. Als ik dan ga kijken voor morgen, dinsdag 15 september, wat mogen we dan verwachten? Ah, en er floept er hier alleen een uit. Ik ga er nog een bij trekken. Dinsdag 15 september. Ja, 15 september, zeg ik nu december, dus september, hè? Niet te rap zijn, hè? Dinsdag. Dus wat is er morgen openbloeiend geluk? Die floept het eruit. Dus morgen ga je echt wel geluksmomentjes kunnen beleven, dingen die dat jou terug hoop geven, terug moed geven, terug kansen geven om eigenlijk verder te gaan, zodat het verder kan groeien en bloeien. Ja. Maar er zijn ook een aantal zaken morgen, waar dat er nieuwe hoofdstukken klaar liggen. En die hoofdstukken, dat kan zijn dat die openbloeiend geluk met zich meebrengen, dat daar nieuwe hoop op staat. Maar het boek is nog gesloten. Dus dat wil zeggen dat je nog niet weet hoe het verhaal verder gaat aflopen. Er ligt dus wel iets nieuw klaar, maar het ligt nog geheim. Wat wil jij weten in die situatie? Waar wil je naartoe? Misschien is er wel iets nieuws, een nieuwe cursus of een tof boek dat je vindt, dat je gaat lezen, dat jou nieuw geluk of nieuwe inzichten gaat brengen. Dus dat geeft toch weer wel een mooi perspectief naar morgen toe. Hoofdstukken die jou blij gaan maken, die jou hoop gaan geven, maar je weet niet hoe dat het verder gaat aflopen. De boek is toe, dus er ligt wel van alles klaar. Het is aan u om de boek open te doen. Als we dan gaan kijken naar woensdag 16 september. Wat mogen we woensdag 16 september verwachten, het collectief? En ik trek er ineens een tweede kaartje bij. Voilà. Woensdag 16 september, ook wel mooie kaarten. Er gaan kansen op jouw pad komen. Kansen zijn van een kansspel hier, hè, want het zijn dobbelstenen, dat is van een spelletje, een gezelschapsspel. Maar het is voor jou allemaal geen spel. Voor jou is het ernstig. Dus deze kaart wil zeggen, er komen wel een aantal kansen op jouw pad, maar je weet op voorhand niet of ze goed gaan aflopen of niet. Ja. Het is aan jou om te zien, grijp je die kans, ja of nee? Maar ik heb ook altijd iets van, als je ze niet grijpt, grok je meestal ook niet verder. Dus er komen kansen op jouw pad en 9 op de 10 gaan er daar heel gelukkig en heel blij mee zijn. En gaan die kansen ook best wel goed aflopen, want de ruiker ligt erop. De ruiker staat voor geschenken, voor cadeautjes die naar jouw weg opkomen. Geschenken die uit de hemel vallen, die jou heel innerlijk gelukkig maken. Dus niet echt, ja, het kan ook effectief cadeautjes zijn, dat je dat ook gaat krijgen. Maar meestal wil dat zeggen dat er innerlijke geluksmomenten op jouw pad komen. Dus er komen kansen op geluksmomenten, op mooie momenten, op cadeautjes. Laat maar komen, hè. Zo doen, hè. Ontvangen. Ja.
Maar telkens weer wel dat je in je spirituele kracht moet blijven staan. Als we dan gaan kijken, donderdag 17 september, wat mogen we dan verwachten? Donderdag 17 september. Ja, donderdag 17 september. Goed, dan gaan we toch een beetje moeten oppassen. Er zit een beetje een waarschuwing op. Donderdag 17 september, dan trek ik daar de kaart van de vos. De vos heeft een dierlijk instinct. Ja. Elk dier heeft dat. Hè. Dat wijst ook heel vaak op jouw intuïtie. Wij hebben dat ook, dat is onze intuïtie, dat is een zesde zintuig. Dus gebruik dat donderdag, ja. Dat wil eigenlijk zeggen dat je waakzaam moet zijn, op je hoede moet zijn. En als je iets niet goed voelt, doe dat dan ook niet. Deze kaart zegt mij ook van, wees op je hoede. Er zijn mensen die het niet zo goed met jou voor hebben. Mensen die jou proberen te manipuleren misschien wel. Mensen die iets proberen te verkrijgen, zal ik zeggen, om er zelf beter uit te worden. Een vos verleert zijn streken niet. Vergeet dat niet, ja. Zo sluw als een vos. En het kan ook wel te maken hebben met jouw familie. Nu, waar gaan we die vossenstreken vinden? Dat kan heel goed zijn dat dat is bij mensen uit jouw dichte vriendenkring, familiekring, jouw sociale omgeving. Donderdag is het ook de moment om misschien samen met iemand anders echt iets te doen, te ondernemen, onder de mensen te komen, buiten te komen, ja. Maar je bent gewaarschuwd, wees op je hoede, wees waakzaam voor wie of wat er op jouw pad komt of wie of wat jou iets vertelt. Dus die vos kan ook goed onder jouw vrienden zitten of onder jouw kennissenkring of onder familie, hè. Dus zij een beetje op je hoede. Misschien ben jij zelf wel de vos. Misschien ben jij zelf wel iemand dat heel sluw uit de hoek kan komen. Ja, dat is in eigen boezem kijken, hè. Goed, als ik dan ga naar vrijdag... dinsdag, hoe zeg ik dan? Vrijdag 18 september. Vrijdag 18 september... Wow, Vanessa, er floept hier van alles uit. Ik ga ze er wel even samen op terug bij insteken, want dat is wel heel veel. Er was er juist al eentje uitgefloept. Die ging ik wel houden. Vrijdag 18 september. Wat mogen we dan verwachten? Ja, vrijdag 18 september is een dag dat ons gevoelsleven op zijn kop staat. Ik weet niet hoe dat de maanstand dan is rond die een doel, maar we gaan die een dag echt wel misschien een rollercoaster ervaren van gevoelens, van emoties. Ze gaan opspelen. We gaan intuïtief meer naar ons gevoel gaan worden luisteren. We weten, het is belangrijk om te kijken, wat vertelt ons gevoel ons? Wat wil ons dat nu zeggen? Waar wil het ons toe brengen? Jouw intuïtie is ook jouw gevoel, dat is jouw buikgevoel. Luister daarnaar. Het heeft altijd een hele belangrijke boodschap voor jou. Ja? Dus vrijdag 18 september... is de dag van jouw gevoelens, jouw emoties, van jouw intuïtie. Er zijn een aantal zaken dat je waarschijnlijk zal willen bekomen vrijdag, maar alles op de juiste tijd. De klok tikt. Kan zijn dat je misschien niet meer veel tijd hebt, maar het kan ook zijn dat je nog wel veel tijd hebt en dat je geduld gaat moeten hebben. De klok tikt even snel. Dus het is aan jou om te zien, wanneer kan ik hier met gevoelens naar buiten komen. Het kan ook zijn dat je vrijdag dingen gaat moeten uiten, hè, je gevoelens gaat moeten uiten en dat dat niet zo'n gemakkelijke gaat zijn. En dat dat heel veel van jouw spirituele kracht gaat vragen om ervoor uit te durven komen. Als ik dan ga kijken naar zaterdag 19 september. Zaterdag 19 september. Wat mogen wij dan het collectief verwachten? Oké. Zaterdag 19 september. Dan trek ik de kaart van de man. De man met het ego. Hè. Dit is ook meestal de kaart van de minnaar. Deze kaart hoeft daarom niet echt minnaar, ego-man te zijn. Meestal wel, want er zit ook een andere man in dit spel.
Deze kaart vertelt mij ook van, ga zaterdag eens meer je rationele kant gebruiken, in je denken zitten. Misschien is dat ook wel eens nodig dat je even je hart uitschakelt en dat je je rationele kant gebruikt. Maar langs de andere kant wil dat ook misschien zeggen, welke verleidingen kom jij zaterdag allemaal tegen? Welke toffe man ga jij zaterdag misschien ontmoeten, dames? Hè? Waarom zeg ik toffe man? Omdat het zonnetje erbij ligt. Dus het is wel iemand dat jou gelukkig gaat maken, waar je je goed bij gaat voelen, waar dat je, ja, hoe moet ik het zeggen, waar dat je bij gaat stralen. Iemand dat jou gaat zien en jij gaat hem ook zien. Voor de heren kan het zijn van, zet u eens wat meer op de voorgrond. Ga eens wat meer in dat licht staan. Je moet niet naar achter gaan. Nee, nee, je mag je best laten zien. Wow, en dat ego zal aanwezig zijn zaterdag, ja? Voilà, dat is voor zaterdag. En dan hebben we nog zondag 20 september. Wat mogen we zondag 20 september verwachten? Zondag 20 september wordt een toffe dag. Een overvloed. Kan op verschillende vlakken. Overvloed, met de stroom meegaan of tegen de stroom ingaan. Vissen staat voor een positieve kaart voor jouw financiële zaken. Waarom zeg ik positief? Omdat het hier ook is, de lelie ligt erbij. De lelie is een beschermerskaart, bescherming van bovenaf, vanuit de hemel. Mensen die zijn heen gegaan, ja. Dus overvloed aan bescherming. Maar ook overvloed aan het feit dat jij verder wil in het op de trap van het leven. Je wilt niet ter plekke staan blijven trappelen. Je hebt nood aan verder gaan, verder bouwen, verder kijken in de toekomst. Ja? Dus daaraan gaat er een overvloed zijn. Er gaat genoeg zijn aan. Deze kaart kan ook wijzen op jouw vader. Hè, dat er misschien zondag iets is met jouw vader. Een overvloed aan aandacht voor je vader, of weet ik wat, of een vaderfiguur. Hè. In ieder geval een hele mooie kaart is dat. Dus eigenlijk, ja, ik vind dat echt de mooiste kaart uit het hele dek. Want die staat voor bescherming, maar ook verder klimmen op een trap van het leven. Deze kaart wil dat weer zeggen, geld, financieel, maar ook overvloed. Dus als je die twee gaat combineren, wil dat zeggen dat je bezig bent, zal ik zeggen, met verder te gaan op financieel vlak. En dat misschien ook wel het een en het ander heeft gevraagd van jou. Dus daar zondag kaartjes, in dat teken. Hè. Dus wel heel mooi. De lelie kan ook staan voor een oudere, iets wijzere man. Dat kan ook staan voor de dames, voor een levenspartner die het voor jou opneemt, die jou in bescherming neemt, die samen met jou heel serieus verder wil. Ja. Als ik dan ga een kaartje trekken naar wat is de blokkade van deze week, wat kan mogelijk een blokkade zijn voor de week van 14 september tot en met 20 september. Wat kan een blokkade zijn? Week een blokkade zijn. Aha. Een vriend of vriendschap. Kan deze week een blokkade zijn? Misschien houden vrienden jou tegen voor iets bepaald te gaan doen. Of om iets bepaald teweeg te brengen. Maar het kan ook wijzen op vertrouwen. Vertrouwen. Dus vertrouwen. Vertrouwen is een blokkade en kan deze week een blokkade vormen in jouw spirituele kracht. Het vraagt enorm veel van jou om te blijven staan, overeind te blijven. Blijf geloven in jezelf. Blijf in je kracht staan. Blijf erop vertrouwen. Blijf geloven in jezelf. Keer naar binnen om dat geloof en dat vertrouwen bij jezelf naar boven te wekken. En dan gaat dat komen. Maar als jij dat vertrouwen en dat geloof in jezelf of in die situatie niet meer op kan brengen, dan is dat een blokkade. Hè? Maar ook vrienden kunnen een blokkade zijn doordat ze jou afleiden van de hele situatie, waardoor dat je de focus niet meer hebt, bijvoorbeeld. Ja? Voilà, dat is de blokkade. Dan heb ik daar ook twee kaartjes opgetrokken van waar moet je deze week een beetje
aandacht aan besteden. Ik heb die kaarten al even op voorhand getrokken. Er was van alles misgegaan met het opnemen. Dus ik heb daarnet dat eigenlijk allemaal al gedaan. En nu neem ik het opnieuw op. Ik heb heel mijn uitleg al gedaan, maar zwart, dit is voor de tweede keer. Zodat jullie ook kunnen weten waar dat jullie je aandacht aan moeten besteden deze week. En dat is aan het helen. Je mag jezelf toelaten, overgeven om jezelf te helen. Helen is genezen in een bepaalde situatie. Je lijdt eronder of je hebt trauma's of triggers of pijnpunten uit het verleden die nog geheeld moeten worden deze week in een bepaalde situatie of op verschillende situaties die van jou enorm veel kracht vragen. Hè? Van om overeind te blijven. Je mag dan ook, want het is eigenlijk heel prachtig, het is nodig om veiligheid te voelen, hè, om veiligheid in die situatie te creëren, maar ook om tot communicatie te kunnen gaan. Ik zie hier ook hè, een waterlelie. Een waterlelie, dat is ook een plant die pas die helemaal van onder, van de bodem, door de modder moet, om dan ten slotte naar boven, naar de oppervlakte te kunnen komen, om daar volledig tot bloei te kunnen komen. Ook al zit jij nu nog in je eigen modder, ook al zit jij nu nog te ploeteren en te vroeten in die modder, omdat je nog geen uitzicht hebt van hoe gaat die situatie nu verder verlopen, blijf vertrouwen hebben in je eigen spirituele kracht, in je eigen bewustwordingsproces. Weet dat je dat nodig hebt om daar door te gaan, om dan uiteindelijk tot bloei te kunnen gaan. Communicatie en veiligheid zullen daarbij een hele belangrijke zijn. En dan pas ga jij heel stevig terug kunnen gaan verder groeien. Je kan niet verder als bepaalde punten niet geheeld zijn, als bepaalde zaken niet genezen zijn. Ja? Dus dat is een eerste aandachtspuntje deze week, maar ook spirituele groei. Spirituele groei, heel vaak kun je dat pas krijgen als je uit een donkere periode komt. Je hebt het moeilijk gehad, er is een situatie geweest, of situaties, of moeilijke periode achter de rug, die heel zwaar voor jou hebben geweest, waar dat enorm op jou heeft gewogen. En dat je nu zegt van, ik moet nu verder. En die spirituele groei gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk uit dat donker stuk komt, omdat je nu in die situaties, die moeilijke situaties, inzichten hebt opgedaan. Je bent u bewust geworden van bepaalde zaken, van bepaalde dingen in heel die situaties. Je hebt inzichten opgedaan, je hebt er kennis over gekregen. Je bent je bewust van hoe je meer in je leven staat. En spiritualiteit is niks meer dan groeien in bewustzijn, groeien in je eigen zelf, meer naar de kern gaan en weten, wat wil ik eigenlijk, wat voel ik, waar wil ik naartoe? Wat is mijn zielsmissie hier op aarde? Dus op dat vlak ga je meer en meer beginnen groeien en ga je ook je armen openzetten om te mogen ontvangen. Het gaat richting jou komen, maar je gaat het licht ontvangen, dus je gaat het licht zien, er gaan ingevingen komen, je gaat meer inzichten krijgen in de bepaalde situaties, waardoor dat je je vleugels helemaal gaat durven kunnen openzetten en dat je verder gaat kunnen wandelen. Ja? Na uit die moeilijke periode te komen, ga jij verder het lichtpad kunnen bewandelen. En dat gaat jou zorgen. Dus spirituele kracht, het vraagt heel veel van jou, maar dan ga je ook een surplusje erbij krijgen en dat is spirituele groei. Je gaat het allemaal vanuit een ander perspectief bekijken, vanuit een meer bewuster perspectief. Je gaat inzichten krijgen en dat gaat heel veel doen met jou. Dus blijf nog in je kracht staan. Het is niet het moment om op te geven, want je gaat zo hard groeien. En eerst nog stukken genezen en dan gaan we groeien. Dan heb ik ook nog kaartjes getrokken daarnet uit Engelenantwoorden. En de kaart, en dat was eigenlijk ook weer wel heel toevallig, als je erin gelooft, het is een blokkade, jouw geloof, jouw vertrouwen. Maar als jij erin gelooft, zeggen de engelen, dan ga je kunnen ontvangen. En hier staan echt engelenvleugels die helemaal opengespreid zijn. Het licht dat op jou schenkt, je handen open om te ontvangen. Hè. En de kundalini-slang komt er ook uit, dat alles begint te stromen en te flowen. Dus laat dat geloof er blijven. Blijf in je kracht. Blijf in je vertrouwen. Blijf erin geloven. Want het komt. En dan
ga jij de weg zien dat je gaat moeten bewandelen, een gouden weg, binnen een paar maanden, zeg het, en binnen een paar maanden, dus nu sta je onderaan de trap, binnen een paar maanden ben je daar waar het licht schijnt, in de tempel, waar dat alles gaat opklaren, waar dat het goed gaat zijn, waar dat je hoort te zijn. Dus nog heel even, lieve vrienden, volhouden, niet opgeven. Het ziet er voor mij toch wel best een mooie weekling uit. Het vraagt nog wel wat van jou, maar je bent zo hard de juiste richting aan het uitgaan. Blijf geloven, vooral in je eigen zelf. Blijf op jezelf vertrouwen. Het komt eraan. Ik wens jullie een ongelooflijk fijne week. Ik wens jullie heel veel kracht, heel veel moed, heel veel geloof en heel veel vertrouwen. En ik zie jullie graag volgende week terug voor een nieuwe weeklegging. Tot ziens, lieverds. Dag!